Maar we moeten ook zelf goed bewust zijn wat we in het water gooien. We hebben net een weekendje ADE gehad. Ik kan je even klappen. Ja. Wat er na dit weekend weer in het water beland is, is ook niet goed. Dan nodig ik nu meneer De Groot van D66 en meneer Pierik van BBB bij mij uit. Nederland heeft een van de slechtste waterkwaliteiten in heel Europa. Dat komt door onder meer te veel bestrijdingsmiddelen of meststoffen uit de landbouw, maar ook natuurlijk chemicaliën uit de industrie of afvalstoffen van huishoudens, zoals bijvoorbeeld weggegooide medicijnen. Deze slechte waterkwaliteit gaat een probleem worden. In 2027 moeten alle EU-lidstaten voldoen aan de doelen die de kaderrichtlijn water heten, ook wel de KRW. Doet u dat al denken aan de stikstofcrisis, dan is dat helemaal correct. Want als we niet aan deze doelen gaan voldoen, dan kunnen we rekenen op torenhoge boetes en het land dreigt weer op slot te gaan. Onder andere organen zoals waterschappen of Rijkswaterstaat, die zijn verantwoordelijk voor onze waterkwaliteit, zijn al behoorlijk bezorgd. De waterschappen bijvoorbeeld hebben de belastingen fors verhoogd voor het komend jaar, omdat zij namelijk meer geld nodig hebben om ons water beter te gaan zuiveren en ons tegelijkertijd te beschermen tegen de droogte en het overstromingsgevaar. In bijvoorbeeld het waterschap waar wij vanavond zijn, Amstel Gooi en Vecht, gaat vanaf volgend jaar onze belasting met 35% omhoog. Dan kunt u gerust aan ruim 100 euro per huishouden meer denken. De stelling luidt daarom ook: zonder extra geld van het Rijk halen de waterschappen de waterkwaliteitsdoelen niet. En ik geef eerst het woord aan meneer De Groot. 30 seconden. Ik ben het eens met alles wat je hebt gezegd. Maar niet met de stelling. Want de waterschappen zijn uiteindelijk is de partij die moet zorgen voor dat schone water. En als je kijkt, daar zijn soms ook keuzes voor nodig die ingrijpend zijn. Mm-hmm. Je zult wetgeving die er is op het gebied van mest- en bestrijdingsmiddelen beter moeten handhaven. Gebeurt nu nauwelijks. Je zult moeten besluiten met elkaar dat die grondwaterstand in bepaalde veenweidegebieden omlaag gaat. Dat zijn moeilijke keuzes. Afronding. En dat betekent dat het bestuurlijke moed is en niet zozeer geld. En daarmee kunnen we het gaan doen. Cor Pierik. Ja, als we het hebben over de waterkwaliteitsdoelen, dan denk ik dat het belangrijk is om eerst even drie cruciale feiten op tafel te leggen. En dat is één, dat we, als het gaat om die KRW-normen, dat de normen die Nederland hanteert, dat het weer wat andere normen zijn die er in het buitenland gehanteerd worden. In Nederland wordt minstens op 80 normen gecheckt. Hè, en die moeten voldoen aan de KRW-norm. En in Duitsland zijn er dat 67 bijvoorbeeld. Dus er zitten verschillen tussen die KRW-normen tussen Nederland en de buurlanden. We hebben 100. Afronden. We produceren 190 ton medicijnresten die in het oppervlaktewater terechtkomen en die eigenlijk dus door de rioolzuiveringsinstallaties er niet uitgehaald kunnen worden. En wat is uw antwoord op deze stelling? Mijn antwoord is dat we ons stinkende best moeten doen om die waterkwaliteitsdoelen te halen. In een tempo waar dat haalbaar is. En waterschappen zullen daar ongetwijfeld ook een rol in gaan spelen. En die zullen net als de burger ook moeten gaan betalen aan schoner water. Dus het Rijk gaat meer geld ook geven aan de waterschappen daarvoor? Je kan er gif op innemen dat... Laten we dat niet doen. Je kan er zonder meer van uitgaan, laat ik het maar zo even formuleren. Het is een beetje een gevoelig onderwerp. Zo. Je kan er zonder meer van uitgaan dat het veel meer gaat kosten om de waterkwaliteitsdoelen te gaan halen, omdat er steeds meer medicijnresten en allerlei trammeland in dat water terechtkomt. Zeker ook hier in Amsterdam wordt er nogal wat in het rioolputje gegooid. Meneer De Groot. Ja, nou inderdaad gaat de burger in Amsterdam behoorlijk meer betalen sinds BBB hier ook in het waterschap zit. Maar flauw. Medicijnresten, zeker. Moet gebeuren. Daar moet vanuit het Rijk ook worden gefinancierd dat er een extra zuiveringsstap komt. Maar dan even over het wijzen naar andere landen. Dat is heel makkelijk. Die hebben, die meten minder, die hebben minder strenge normen. Twee opmerkingen daarover. Wij meten zoals we zouden moeten meten. Dat zouden andere landen ook moeten doen als ze de waterkwaliteit lief hebben.
En in 2010 is een aanbeveling geweest van de Europese Commissie om die normen aan te scherpen aan een aantal lidstaten. Een aantal heeft dat niet gedaan. Nederland heeft dat netjes gedaan. Dus ik zou het willen omkeren. Andere landen moeten ook wat strenger worden, net als Nederland. Ja, het zou prachtig zijn natuurlijk, maar je weet ook dat er vanuit Duitsland heel veel water Nederland binnenstroomt. We zijn in Delta en ja, als wij zeg maar het water schoon moeten maken voor buurlanden die het veel, met veel andere normen binnen laten schuiven, dan zitten we de waterkwaliteit op te poetsen van landen waar we eigenlijk verder geen grip op hebben. Dus ik vind dat we die dingen heel erg internationaal moeten aanpakken. Dus maar los van het feit dat het inderdaad is dat water stroomt van land tot land, dat begrijp ik. Maar het gaat er natuurlijk om dat we al heel lang weten, tientallen jaren weten, dat we aan deze KRW moeten gaan voldoen. Klopt. En dan nu, heb ik goed nieuws. Nadert de deadline. Ja, dan heb ik toch ook goed nieuws. Want als we kijken bijvoorbeeld naar de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die in het oppervlaktewater terechtkomen, dan is dat inmiddels ruim gehalveerd en dat is nog 14 ton in het laatste jaar. Dus er wordt aan alle kanten wordt er al behoorlijk gestuurd om die waterkwaliteit te verbeteren. Het klopt dat het nog lang niet is wat het moet zijn. En daar hebben we nu die kaderrichtlijn water voor. In 2027 zullen we daar verdere stappen in moeten zetten. Maar in 2027 zullen we niet. Dat is ook het eerlijke verhaal. Reageert u, meneer De Groot? Ja, kijk, want het is heel makkelijk om te wijzen naar het buitenland en de normen. Het gaat erom wat wij hier nu moeten doen. En dat zijn ingrijpen. En als ik hoor 14 ton gif in het water, dat is 14 ton te veel. Want dat gaat ten koste van het waterleven. En dat betekent dat we gewoon echt maatregelen moeten nemen. Hier en niet wijzen naar anderen. We hebben al twee keer uitstel gehad van die deadline. Die 2027 is al zwaar in blessuretijd. Dus laten we nu de moed hebben om te doen wat nodig is. Natuurlijk gaan we daaraan werken, maar het is niet, we moeten het eerlijke verhaal vertellen. En dat is niet dat in 2027 dat water aan alle kanten voldoet aan die normen die wij gesteld hebben. Ik bedoel, dat ook al zouden we daar morgen alle energie op zetten, dan is het niet realistisch om te veronderstellen dat we op al die verschillende stoffen die in dat drinkwater zitten, 14 ton gewasbeschermingsmiddelen, 190 ton geneesmiddelen. En dan hebben we nog lang niet alles gehad. Hè, want er komt nog veel meer troep in het water terecht. Nou, misschien dus we kunnen we tot water elkaar komen. Ik heb een voorstel. Nou, zeg het. Glyfosaat. Hè, daar wordt die weilanden geel mee gespoten. Heeft ook niks met gewasbescherming te maken. Dat willen wij verbieden. Dan kunnen we die aan het meest gebruikte gewasbeschermingsmiddel. Dat is niet waar. Het is slechts 3% van alle gewasbeschermingsmiddelen is glyfosaat. Nou, dat is in ieder geval behoorlijk zichtbaar. Daarvoor kunnen we gelukkig straks wel kijken naar onze factchecker. Ja, hoe dat precies zit. Goed. Maar ga door. Het is lang niet het meest. Laten we dat terugdringen. Ja. Zullen we dat hier, want het staat ook in uw verkiezingsprogramma, hè, dus dat het gebruik van gewasbescherming terug moet. Zullen we dat hier afspreken dat we glyfosaat gaan verbieden? Want dat is nergens voor nodig. Dat gaan we hier niet afspreken. Maar we gaan wel afspreken dat we ons best gaan doen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder te beperken. Helder. Zijn we ergens gekomen. Dank u wel. We hebben veel gehoord. We hebben gelukkig dit keer wel een factchecker bij deze stelling. Want u hoort het al, er worden behoorlijk wat feiten over en weer gegooid. En dat is Bijou van der Borst. Zij is onderzoeksjournalist bij Investico. Een echte dossiervreter als het over ons water gaat. Zij schreef diverse onderzoeken over de KRW, die we net ook al hoorden. Over onze vervuiling en over de waterzuivering. En zij heeft goed geluisterd. Ik zag haar meeschrijven. En een aantal ideeën over dit publieke debat. Mag ik een hartelijk applaus voor Bijou? Ja, bedankt. Ik ben blij dat het over water een keer gaat in een klimaatdebat, want dat is niet altijd het geval. Ik ben ook blij om te zien dat het gewoon hart tegen hart gaat en dat iedereen zijn feit op tafel heeft. Dat is heel belangrijk en dat hebben we ook echt nodig, want die waarschuwingen zijn er niets voor niets. Het kan inderdaad echt die nieuwe stikstofcrisis worden. Want de KRW gaat over de vervuiling van ons water. Aan vervuiling kun je denken aan dat er niet te veel bestrijdingsmiddelen of mest, maar ook geen zware metalen zoals arsen en kwik in ons water mogen zitten. Ook moeten we zorgen dat er zo min mogelijk chemische stoffen in zitten. Ook gaan de waterdoelen over de hoeveelheid water. Dus als er al watertekorten zijn, mag je ook niet meer water oppompen dan dat er is. Ja, dan 2027. Iedereen is er wel over eens, dat merkte ik net ook, dat we het niet gaan redden. Dat hoeven we dan niet meer te bespreken. In de jaren 90 was het zo, als je dan je hand in een Nederlands kanaal stak, nou, dan kwam die er zwart uit. Dat is gelukkig niet meer. Er is wel wat verbeterd, maar zoals de kaartjes ook laten zien, in meer dan 200 wateren zit nog te veel stikstof en fosfor. Ook in meer dan 200 wateren zit nog te veel bestrijdingsmiddelen. En er zitten ook nog
in heel veel wateren te veel arseen en chemische stoffen. Dus we hebben nog wel wat te doen. Ik heb wel goed nieuws voor 2027. De medicijnresten tellen nog niet mee voor de doelen. Dus daar moeten we ons wel druk over maken. Maar nog niet voor 2027. Waar moeten we ons dan wel druk over maken? De boetes van Europa, die zijn ook niet mals. Dat kan aardig in de kosten lopen. Zo'n 80 miljoen per jaar als we dat niet halen. Ja, dat komt dan weer op het bordje van de belastingbetaler terecht. Maar eigenlijk is er een veel groter probleem voor Nederland. En dat is dat het land inderdaad weer verder op slot kan gaan. Want de regel is simpel. Vervuild water mag niet verder vervuilen. Ook niet een beetje. Daar is soms ook discussie over. Milieugroepen en bezorgde omwonenden kunnen dus ook naar de rechter stappen als een bedrijf te veel vervuilt in het water. Dat kan eigenlijk nu al, want de regel geldt nu al, je mag niet meer vervuilen. En ook kunnen eigenlijk overal rechtszaken opduiken, want maar 1% van de Nederlandse wateren voldoet op dit moment. Dus het kan eigenlijk overal gebeuren. Investico onderzocht al wie de eerste slachtoffers gaan zijn van de mogelijke watercrisis. En dat is vooral de grote industrie. De vergunningen van hun lozingen kunnen worden aangevochten als zij te veel vervuilen. Uit ons onderzoek bleek al dat Tata, Shell en chemiebedrijf Dow bijvoorbeeld, hun lozingen zijn mogelijk niet in lijn met Europese waterregels. En milieugroepen kunnen dan hun vergunning aanvechten en uiteindelijk mogelijk naar de rechter stappen. Slecht nieuws, dus hoe moeten we dat dan oplossen? Daar heb ik eigenlijk ook slecht nieuws over. Want de waterschappen en Rijkswaterstaat weten eigenlijk niet waar welke bedrijven te veel stoffen lozen van waarvan er al te veel in het water zit. Dus een overzicht hebben we niet van hoe we die vervuiling moeten gaan terugdringen. En daarnaast hebben de waterschappen ook al aangegeven dat ze hulp nodig hebben van de landelijke overheid. Ze willen namelijk veel meer zuiveringsinstallaties bouwen om het water schoon te krijgen. Maar dat gaat miljarden kosten. En die bouw gaat ook nog 10 tot 15 jaar duren. Dus dat is voor de korte termijn ook geen oplossing. Daardoor, wat Catharina ook al zei, zullen de waterschapsbelastingen en de drinkwaterprijzen waarschijnlijk nog verder stijgen. Wat dan wel? Experts zeggen, stop alsjeblieft met het vooruitschuiven van dit probleem. Dat hebben we met stikstof al gedaan en die fout moeten we niet nog een keer maken. Dus ik ben benieuwd wat de standpunten zijn van de partijen over hoe ze de vervuiling gaan terugdringen. En ook hoe de komende regering dat gaat doen. Want we hebben nog minder dan 4 jaar. Dankjewel. Bijou. Blijf vooral staan, want we komen straks ook nog even bij je terug. Nadat je iedereen's reactie hebt gehoord. En ik wil heel graag beginnen bij de PvdA GroenLinks. Je hoorde het al, de waterschapsbelasting stijgt enorm. Dat gaat gezinnen heel veel geld kosten. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik denk dat bij dit onderwerp, het is net zoals met klimaatrechtvaardigheid, dat je toch eigenlijk vooral wil zorgen ook dat de grote vervuilers een eerlijk aandeel pakken. En dat je ook ziet dat er nog op hele grote schaal heel erg vervuild wordt door een aantal bedrijven in de landbouw, met bestrijdingsmiddelen. En dat je daar echt moet gaan zorgen dat er stevig wordt ingegrepen. Dat is handhaven van bestaande wetgeving, maar dat is ook streng normeren. Ik schrik er wel weer van, hè, dat nieuwe onderzoek weer. Eigenlijk, het zijn elke keer dezelfde spelers, een Tata, een Dow, een Chemours. We hebben gewoon een systeem met elkaar opgetuigd waarbij eigenlijk de lucht, de bodem, het water een soort plek zijn, en dat is van ons allemaal, die door grote bedrijven vervuild mag worden. En volgens mij moet je daar hard op ingrijpen en ook dus inderdaad in de belastingen zorgen dat eigenlijk juist daar ook zwaarder belast wordt. Oké. D66, ik hoor ook, niemand heeft het overzicht eigenlijk. Want het zit een deel bij waterschap, er zit een deel bij het Rijk. Hoe moet dat nou rechtgetrokken worden? Nou, het meeste zit eigenlijk wel, qua normering zit een deel bij het Rijk. Als het gaat over mest en bestrijdingsmiddelen. Dat is gewoon, het Rijk kan het zo doen. Alleen doet het niet. Want bij landbouw zie je dat toch
ook het grondwaterkwaliteit bijna 30 jaar niet halen. Dus dat is echt... ik vind het heel moeilijk om te zeggen, nou, op zandgronden bijvoorbeeld, ja, daar gaan we gewoon alleen maar gras telen en geen mais meer. Of in die veenweidegebieden moet het grondwater omhoog. En dat zijn gewoon zaken die het Rijk kan doen. Provincies hebben een belangrijke rol in. En de waterschappen zelf, die moeten ook een besluit nemen. En dat is soms nog wel eens moeilijk. Want een deel van de zetels daar, die is voor de mensen die het zelf aangaat. En dat is natuurlijk, heeft iets moois. Maar daardoor zijn de direct betrokkenen moeten gaan meebesluiten of de pijl onder hun weiland wordt verhoogd. Nou, je kan raden wat hun standpunt zal zijn. Ja. Ik vind het altijd zo jammer dat zowel Suzanne als Tjeerd, die beginnen direct als een soort Pavlov-reactie over die landbouw. Hè? Dat, die waterkwaliteit... Het begon over Tata en Dow. Het begon over allerlei grote bedrijven die vervuilen. Nou ja. En ook de landbouw. Ja, nou ja. Goed, maar ook de landbouw. Ik bedoel... We hebben net even wat cijfers naar voren geschoven. En uit die cijfers blijkt dat in ieder geval de landbouw behoorlijke progressie heeft geboekt als het gaat om minder vervuiling van de waterkwaliteit. Niet alleen als het gaat om gewasbeschermingsmiddelen. We hebben in de 7e nitraatrichtlijn nu ook vastgesteld dat door die bufferstroken er behoorlijk gewerkt moet worden aan die waterkwaliteit. Dus 5 meter van percelen mag al niet meer bemest worden, mag al niet meer geen kunstmest op. Dat zijn voor boeren zijn dat hele ingrijpende maatregelen. Ja. Nul handhaving. En tot 2010 ging de waterkwaliteit nog een beetje handhaving. Omhoog. En dit jaar ging was alleen maar geen handhaving, maar ik bedoel, je zou eens even door die landerijen neer moeten rijden om te zien hoeveel bufferstroken er echt wel gelegen hebben. En volgens mij hebben bijna alle boeren, want die bufferstroken die waren gewoon ingetekend bij de gecombineerde opgave. Ja. En boeren konden er eigenlijk niet omheen. Dus die moesten wel die 3 of 5 meter uit een sloot niet bewerken. En dat is echt massaal gedaan. Je moet eens kijken hoeveel mensen in die gecombineerde opgave uiteindelijk voor goud hebben gekozen als het gaat om het GLB. Je zegt de landbouw doet al genoeg. Ik zeg dat we het met z'n allen moeten doen. Dat we dus niet alleen het probleem bij die landbouw neer moeten leggen. Want de landbouw die doet echt zijn stinkende best om al die dingen op te lossen. Dan ga ik even naar de Partij voor de Dieren. Ja, ik zie hier precies dezelfde argumenten in de stikstofcrisis. En dat is waarom we niet vooruitkomen. Dit zijn ook de argumenten die we al hoorden jaren geleden. Toen ik in de Kamer kwam in 2012 als medewerker, ging het over de kaderrichtlijn water. En je kunt je afvragen waarom zijn we nu op dit punt beland. Dat is omdat economische belangen en de belangen van de agrarische sector altijd voorop hebben gestaan. En ik zeg niet dat je boeren nu niet moet helpen om omschakelen, om om te schakelen, maar die omschakeling moet wel nu echt plaatsvinden. Als we dit willen oplossen, fundamenteel willen oplossen, de watercrisis met elkaar, dan moeten we... Mag ik even uitpraten? Ja, maak het even. Dan moeten we moedige politieke keuzes maken. Dan moeten we zeggen, zoals de Partij voor de Dieren zegt, het aantal dieren in de veehouderij, dat is gewoon te veel. Dat moet krimpen met 75%. Dan heb je minder dieren, minder mest, minder problemen. Nogmaals, ik vind het zo jammer. Ik wil ook nog heel even naar JA21 toe. Ja, klopt. Want, en jij mag ook nog wat zeggen. Ja, heel fijn dat je. Jullie mogen allemaal nog iets zeggen. We beginnen aan die kant. De heer Pierik heeft gelijk over de inspanningen die de agrarische sector al levert. En ik vind het bijzonder kwalijk dat het doorlopend gedaan wordt, alsof dat mensen zijn die niks doen, terwijl ze aan één stuk door zijn met dat innovatie en verschoning. Ja, dat is het eerste. Ten tweede, er wordt een aantal keer vergelijking gemaakt met de stikstofcrisis. En het is in die zin, dat is terecht, maar op een andere manier dan bedoeld wordt. Want zowel bij de stikstofcrisis als bij deze watercrisis is de situatie zo dat als je naar de praktijk krijgt in plaats van naar papier, dat het niet zo'n groot probleem is. De waterkwaliteit in Nederland is helemaal niet slecht. Dat is een sprookje. En het tweede is dat we ons opnieuw hebben opgehangen aan normen die onhaalbaar zijn. Ook vanwege het one-out is all-out principe. Je hebt dan bij elke plas water zijn tientallen, zoals de heer Perik zei, normen van toepassing. Als je die eentje niet haalt, bijvoorbeeld omdat het gewoon een keer warm is, dan is de kwaliteit van die plas zogenaamd desastreus. En het beste voorbeeld is eigenlijk het riviertje de Dinkel. Dat stroomt door Duitsland heen heel vrolijk. De waterkwaliteit is daar top. Een meter over de Nederlandse grens is het ineens verschrikkelijk. En is de waterkwaliteit desastreus. Ze moeten er allemaal maatregelen getroffen worden. Die slingert terug Duitsland in en dan is hij weer goed. We moeten gewoon naar die normen kijken. Niet naar de papieren werkelijkheid, maar naar de realiteit. Oké, CDA. Ik heb soms een beetje het idee dat ik bij een college zit hier. Dat is echt even... zullen we even 3 keer goed nieuws doen? 1, goed nieuws. Dat er ontzettend veel maatregelen genomen zijn in de landbouwsector, die er ook als bijvangst voor gaan zorgen dat het grondwater daar schoner wordt. 2, het maatschappelijk sentiment richting die grote bedrijven begint echt te draaien. En daar ga ik ook gewoon 2 complimenten voor uitdelen. Want Partij van de Dieren en GroenLinks zijn daar ontzettend hard aan het trekken.
En dat is goed nieuws, want die grote partijen wanen zich vaak moreel gezien boven de wet. En drie, het is geen stikstofcrisis. Het is geen stikstofcrisis, waarom niet? Omdat we nu, in tegenstelling tot bij dat hele stikstofverhaal, veel te lang oneerlijk zijn geweest tegen hele grote groepen mensen door hun te zeggen, ach, het komt wel goed, het valt wel mee. En twee, waar ging het mis met die stikstofcrisis? Toen Van der Wal met een prachtige kaart kwam en zei, oké, zo gaan we het doen, vanuit Den Haag. Dit gaan we doen, mensen. Ja, en dat kunnen we dus nu voorkomen door veel meer met die mensen, ook agrariërs, veel meer daar te gaan praten van, oké, hoe kunnen we de waterkwaliteit verbeteren? Daar liggen veel meer kansen, niet top-down vanuit de Haagse Ivoren Toren. Okay. Dus er is ook echt wel wat goed nieuws. Ja, er is hoop. Maar er moet ontzettend veel gebeuren. Ja, maar ik haal nog even terug, want in 2027 moet dit op orde zijn. Dat betekent niet dat we het nog super lang hebben. Nee. Met het huidige beleid gaan we het niet halen, de normen waar we aan moeten voldoen. Hoe kan dat, D66? Nou, omdat er onvoldoende wordt gehandhaafd over de zaken die, bijvoorbeeld met mestbeleid. Ja. Omdat we geen keuzes durven te maken van wat doe je niet meer op zandgronden. Ja. Omdat het waterpeil, dat is al met de sector en de boeren allemaal afgesproken in 2019. En de grote bedrijven? En het gebeurt niet. En de grote bedrijven, en dat vind ik ook echt goed, die moeten nu echt leveren. Niet alleen op klimaat, maar ook op schoon water. Want dat kan niet dat de omwonenden en de natuur ten koste gaat van wat zij doen. Dus daar ben ik het ook helemaal mee eens. En GroenLinks, Partij van de Arbeid, hoe kun je die grote bedrijven daaraan houden? Aan die normen? Nou, kijk, ik denk dat het gekke is, in Nederland hebben we best een hele hoop goede milieuregels. Alleen wordt er gewoon heel, heel, heel weinig gehandhaafd. En dat is ook doordat heel lang eigenlijk inspecties wegbezuinigd zijn. Dus ik denk dat dat cruciaal wordt om eigenlijk echt stevig te handhaven, maar ook te durven strenge normen te stellen. Als je nou kijkt, die hele discussie rond geen moers met PFAS, dan gaat het er wel over dat er veel en veel te lang is weggekeken. En dat zien we op meer plekken. En ja, uiteindelijk draait het er toch om of je bereid bent om tegen grote economische belangen te zeggen dat wat van ons allemaal is, namelijk schoon water, schone lucht, schone bodem, dat is wat echt van waarde is. Ja. Ik krijg dan wel een beetje de indruk dat die handhaving misschien alleen op de landbouw wel heel erg goed ontwikkeld is. Want als ik zie hoe het met erfafspoeling bijvoorbeeld op een boerderij gaat. Een boer die krijgt wel 3 keer per jaar controle of die erfafspoeling wel op orde is. En als er een keer iets te veel een gewasbeschermingsmiddelen dicht bij een sloot terechtgekomen is, dan kunnen ze een boete krijgen van €1.500. Dus okay. Ik denk dat als het gaat om handhaving, dat er in ieder geval in die landbouwsector ontzettend goed veel gebeurt. Oké, we gaan even naar het CDA. Kijk, wat ik wel mis in deze discussie is een beetje het doelmiddel. Ook D66 doet dat nu weer. Wat moet er gebeuren? En allereerst beginnen ze bij de agrarische sector. Terwijl net in een bijzin zegt de heer De Groot, ja, die medicijnresten moeten we ook wat aan doen. Even, hè? Want het ging even wat snel bij de heer Pierik. 190.000 kilo medicijnresten komen in ons water terecht. Dat is 14 keer meer dan alles wat te maken heeft met gewasbeschermingsmiddelen. En dan moeten we blij zijn, omdat dat nu nog even niet in het modelletje meegenomen is. Dat is doelmiddel. We willen gewoon schoon water met elkaar. We willen niet alleen een toets halen. We willen ook gewoon dat ons water schoon is. Ja, dan moeten we ook het hele verhaal vertellen. En dus niet alleen focussen op die gewasbeschermingen, maar veel breder kijken naar wat daar nodig is. En dan zul je tot de conclusie komen dat dit probleem eigenlijk nog veel groter is. En hoe kun je daar iets aan doen? Nou ja, er is net al iets gezegd, maar je moet veel meer inzetten op enerzijds hoe voorkom je dat al die medicijnen in het water terechtkomen. Weet u hoe je medicijnen bijvoorbeeld inlevert als je ze niet gebruikt? Nou, weten we niet, we gooien ze gewoon weg. Ja. Dus daar moet je heel erg op inzetten. En ik denk ook dat het stukje bewustzijn is, want als ik denk, in deze zaal iedereen weet, we gaan het nu hebben over gewasbeschermingsmiddelen, maar ik denk dat er weinig mensen die zich beseffen hoeveel meer medicijnresten er echt in het water terechtkomen. En dat komt ook doordat we het heel graag over de landbouwsector hebben, en wat er allemaal of heel goed of helemaal niet goed aan is. Ja, nee. En veel te weinig over de grote problemen. Ja. Nee, kijk, die medicijnresten, dat moeten we met elkaar doen. Daar zijn we het over eens. Dat gaan we ook doen. Daar zijn subsidies voor vrijgemaakt. Dat moet allemaal sneller, dat moet meer. Maar als je dan vervolgens kijkt, waar zit de vervuiling in dat water? Dan zit het op bestrijdingsmiddelen en dan zit het op mest. Ik kan het ook niet mooier maken. Dan zie je tegelijkertijd dat we een stikstofprobleem hebben. Tegelijkertijd dat onze biodiversiteit omlaag gaat. Dat we 3/4 van de insecten zijn verloren. Dat heeft ook te maken met bestrijdingsmiddelen. Dus het is ook no regret om daar alles aan te doen. En daarom zegt D66.
D66 heeft ook echt een concreet voorstel gedaan, zodat je zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen en met een goed verdienmodel naar die landbouw kunt gaan. En soms met ingrijpende maatregelen. Bijvoorbeeld, zeggen wij, ga alle bollenteelt en bloementeelt in Nederland gewoon ook biologisch maken. Het kan gewoon en dan ben je er in één keer vanaf. Ook van de uitspoeling. En kunnen, ja? Ja, als ik even mag reageren, want de heer De Groot, dat is een beetje niet echt D66, maar de heer De Groot trekt zich achter de dijken weg. We hebben gewoon in Nederland, het is heel onlogisch om dit te bekijken op basis van landsgrenzen in plaats van stroomgebieden bij rivieren. Alles wat hier eindigt, is door andere landen heen gekomen. Landen waar milieuregelgeving veel minder streng is dan hier, waar veel minder handhaving is dan hier. Dus ik vraag me ook af waarom u zo in hokjes denkt en waarom u niet, waarom u zich niet realiseert dat het water dat hier komt, dat het door Duitsland gekomen is, waar die normen veel minder streng zijn. Waarom staat u er niet bij stil? U kreeg net de vraag, we gaan dat niet halen. Waarom is dat? Waarom komt u niet tot de logische conclusie dat bij te strenge normen, dat je die nooit gaat halen wat je ook doet? Ja, ik heb er net over gezegd dat die normen in Nederland, dat in andere landen dat ze niet streng genoeg zijn. Als je kijkt naar wat de Europese Commissie heeft geadviseerd. Dus we houden ons daar gewoon aan de adviezen van de Europese Commissie. En het is zo makkelijk om te wijzen naar het buitenland. We staan hier als politici om de maatregelen te nemen die in Nederland nodig zijn om het water schoon te maken, om de lucht weer schoon te maken, om mensen weer een leven te geven en de natuur een leven te geven. Dat is onze taak. En laten we alles doen wat in onze macht ligt om dat te doen. En natuurlijk komt er dan ook wat uit het buitenland, gaan we ook over in gesprek. Maar er is geen reden om niks te doen. Nee, maar dat willen we ook niet natuurlijk. We willen allemaal wel wat doen, alleen we willen dat breed aanpakken. En ik vind dat vanuit... Wat wilt u doen dan? Want ik hoor eigenlijk alleen maar wat vooral niet deugt aan het model en wat er allemaal niet deugt aan dat. Maar wat wilt u doen dan om het ook echt op te lossen? Kijk wat er in de landbouw gebeurd is de laatste 10 jaar. Dat is gewoon ontzettend veel. En dat moet je breder trekken. We moeten dus minder geneesmiddelen in het water zien te krijgen. En we moeten ook technologie ontwikkelen. En dat kunnen natuurlijk de rioolzuiveringsinstallaties om met innovatieve technologie het water slimmer, schoner te krijgen. Okay. Er is een wereld te winnen op basis van die innovatie. Kan deze vraag even teruggekaatst worden naar het CDA misschien dan? Afronden, wil ik nog heel eventjes de vraag over de rekening stellen. Het werd net al even genoemd, hè? In een gemiddeld huishouden wordt het 100 euro meer. Vindt u dat redelijk, de waterschapsbelasting, dat die zo omhoog gaat? Nou, ik denk dat het een gevolg is van wat we om ons heen zien. Kijk, als je het aan mij vraagt, het liefst tuurlijk. Natuurlijk gaan belastingen niet omhoog. En wij hebben ook gezegd, staat ook in ons verkiezingsprogramma, er moet meer geld naar de waterschappen, want ze hebben een noodkreet gedaan. Dat ze gewoon niet de expertise, niet de capaciteit hebben om hun deel van dit probleem op te lossen. En een deel zit dan in de verhoging van de belasting, maar dat is niet het enige. Dat is niet het enige en wat mij betreft moet het ook altijd reëel zijn. Ik kan niet de rekening volledig bij de burger neerleggen. Dus ik denk dat je het veel breder moet aanpakken. Zorg ervoor dat waterschappen gewoon een steviger fundament hebben. Ja, en dat we met z'n allen wat meer moeten betalen, dat is denk ik onvermijdelijk. Ik zie daar een nee schudden. Ja, ik vind dit een groot onzin. Ik vind het ook echt stuitend hoe CDA, BBB en JA21 hier alle bedrijfsbelangen staan te verdedigen. Nou, het is gewoon ook een keertje klaar. Weet je, de industrie mag ook een keer gaan lappen voor alle vervuiling die ze hebben veroorzaakt. Industrie aan banden en lappen. Ja, ik zal denk ik maar geen complimenten en niet meer de belasting uitdelen. Want ik heb net gezegd, blijkbaar wordt het niet helemaal geluisterd, dat het ontzettend goed is, mede door de twee partijen aan mijn rechterzijde, dat het maatschappelijk sentiment richting die grote bedrijven, dat wat begint te draaien. Ja, dat moeten we wel, dat hebben we wel moeten doen, omdat jullie, die bedrijfsbelangen, de hele tijd zo aan het verdedigen zijn. Ten koste. Klinkt zo mooi, hè? Eens met een voorbeeld. Ja, geen moers. Oh, ja. Zeer zorgwekkende stoffen. Ja, maar dit is eindeloos mevrouw is dat Kreuger. Voor ons uitgeschoven. En eindeloos hebben we als Nederland gezegd van we doen nog even dit, we doen nog even dat. Terwijl ondertussen we gewoon weten dat wat er met PFAS wordt geproduceerd, dat is voor altijd. Nog één reactie van het CDA? Ja, het is volgens mij wel duidelijk dat alle oplossingen gezocht worden bij het bedrijfsleven. Terwijl ik volgens mij zeg, in tegenstelling tot mijn buren, dat het en-en is. Ja, je moet die grote vervuilers aanpakken, maar we moeten ook zelf goed bewust zijn wat we in het water gooien. We hebben net een weekendje ADE gehad. Ik kan je even klappen, wat er na dit weekend weer in het water beland is, is ook niet goed. Nee, De vervuiler betaalt. Ja, beter milieu begint bij jezelf. Bedankt. Ja. Ik ga nog heel even terug naar Bijou. Hoe heb jij geluisterd naar onze politici? ADE maakt veel los hier in Amsterdam. Terecht. Merk ik. Er wordt heel veel gepraat over de grote schuldigen en waar moeten we dan de keuzes gaan maken en waar moeten we dan eigenlijk gaan snijden. Maar eigenlijk moet het gewoon overal gebeuren, omdat dat is wat de kaderrichtlijn water ook zegt. Je moet
alle stoffen terugdringen. Dus ja, het blijft toch en. En daarnaast, vervuiling uit het buitenland is ongeveer 1/3. Dus dan hebben we toch nog 2/3 om op te lossen. En ja, dan is er nog steeds dat we dus niet zo goed weten hoe we dat moeten oplossen. Omdat we niemand heeft bijgehouden wie waar wat loost en hoeveel het is. Dus het kan alsnog, zoals de stikstofcrisis, eindigen omdat we al te veel ruimte hebben genomen. We weten niet eens of we te veel... Ja, waarschijnlijk, we gaan het niet redden, dus we hebben te veel ruimte genomen. Maar niemand houdt het bij. Dus ja, dat is al een probleem. En daardoor krijg je dus ook dat... dat is eigenlijk funest voor innovatie. Want alle ruimte om het milieu te vervuilen in het water hebben we al opgemaakt door ja, de bedrijven die er nu al zijn. Dus als er nieuwe bedrijven komen die veel schonere zuiveringsmethoden hebben of hele andere ideeën hebben, ja, daar is op dit moment gewoon geen ruimte meer voor. En dat is funest voor innovatie. Helder. Goed om dat nog even mee te nemen. Dank je wel.